De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, heeft de uitbraak van apenpokken getypeerd als een internationale noodtoestand. Minister Umar Ramadien van Volksgezondheid zegt dat er in Suriname nog geen gevallen zijn geregistreerd. Echter moet het volk de situatie niet onderschatten. De infectiologen in Suriname en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, zijn in alertheid gebracht. Het is geen pandemie nogmaals, maar er is wel sprake van de potentie dat dit ergere vormen kan aannemen. Daarom is er een international health concern. Dus we moeten de zaak niet onderschatten, maar blijven monitoren. Tot op dit moment hebben we in Suriname nog geen melding gehad van een monkeypox of apenpokken. Er zijn ook in de maak vaccins die ook besproken worden, hoe wij daar ook op moeten inspelen. Let wel, dat besluit wordt door experts genomen, deskundigen. We hebben daarvoor een technische adviesgroep voor immunisatie, NITAG. Dat heeft ook gefunctioneerd tijdens de COVID-periode. Maar nogmaals, we zijn dus op alertheid. De Boensman zegt dat het ministerie de gemeenschap zal informeren over apenpokken. Deze ziekte presenteert zich als de waterpokken die we gewend zijn. Echter zijn de builtjes iets groter. Deze virale infectie gaat ook gepaard met griepverschijnselen, zegt Ramadien. Zij het thuis, op school, op je werk. Er zijn mensen die twijfelen van het is een eczeem of wat. Maar het is plotseling ontstaan samen met een soort van een koorts- en griepbeeld. Eerst wat je moet doen, probeer contact te maken met je huisarts. En zo snel als mogelijk dit onder de aandacht te brengen van de huisarts, zodat er melding gemaakt kan worden. En behandeling, maar ook, er is in principe geen behandeling op dit moment hiervoor. Het is een virale aandoening en dat je in principe zelf uitziekt. Ramadien wijst erop dat er internationaal ook gewerkt wordt aan het voorkomen van apenpokken middels vaccinatie. Echter is het ministerie nog niet goed geïnformeerd hierover.